ben Marije Cornelissen, directeur van UN Women Nederland. UN Women is de VN-organisatie voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. En een van de dingen die wij doen is straatintimidatie bestrijden. Dat is ook hard nodig, want er is geen land ter wereld waar dat niet voorkomt. En ook in Nederland krijgt meer dan 80% van de vrouwen en meisjes met straatintimidatie te maken in haar leven. Het goede nieuws is dat er wat aan gedaan kan worden en dat iedereen iets kan doen. Als het je overkomt, vertel erover. Doe aangifte of dien een klacht in. Hoe meer vrouwen hun verhaal melden, hoe duidelijker het wordt dat vrouwen niet alleen staan, dat ze niet de enige zijn, dat er iets moet gebeuren. Als je een verhaal hoort van iemand die seksueel geïntimideerd is, kun je helpen. Door ze luisteren, door iemand te steunen, door niet te bagatelliseren en door nooit, maar dan ook nooit, de oorzaak bij vrouwen en meisjes zelf te zoeken. Goed bedoelde tips zoals kleed je niet te sexy, volg een zelfverdedigingscursus, neem een verkrachtingsalarm mee als je 's nachts de straat op gaat, verergeren het probleem vooral door de oorzaak en de oplossing allebei op het bordje van vrouwen te schuiven. Het wordt hoog tijd om veel meer mannen en jongens te betrekken bij het bestrijden van straatintimidatie. Als man kun je uiteraard al bijdragen door het gewoon niet te doen. Niet vrouwen na te roepen of na te sissen op straat. En even checken of een meisje aangeraakt wil worden voordat je haar aanraakt. Maar ook als je een man bent die niet seksueel intimideert zelf, kun je wat doen. Door andere mannen aan te spreken op zulk gedrag. Kleedkamer humor die vrouwen kleineert is nooit grappig. Vrouw nafluiten is niet cool. Vrouwen aanraken die daar geen zin in hebben, is nooit leuk. Het zou enorm helpen als mannen, andere mannen, daar stelselmatig op aan zouden spreken. Het is eigenlijk een beetje raar dat iedere jongen en ieder meisje dat niet gewoon al op school meekrijgt. Ik hoop dat het in de toekomst een onderdeel wordt van de algemene ontwikkeling van jonge mensen. UN Women heeft het project Safe Streets en richt zich in eerste instantie op gemeenten. Gemeenten zijn bij uitstek in staat om een rol te spelen in het bestrijden van straatintimidatie. Zij hebben de connectie met de politie, met horeca-uitvoerders, met OV-uitvoerders. En dat zijn allemaal mensen die een belangrijke rol kunnen spelen. Dus UN Women nodigt iedere gemeente van harte uit om Safe Streets gemeente te worden en alles te doen wat mogelijk is om te zorgen voor veilige straten